De Suriname Conservation Foundation en haar partners in het SCF Green Partnership Program hebben vandaag een overeenkomst ondertekend met de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit. Deze samenwerking is ter financiering van de masteropleiding Education and Research in Sustainable Management of Natural Resources 2018-2022. De afgelopen periode is de opleiding gefinancierd door donaties uit België, maar het wordt helemaal gefinancierd door het Surinaams bedrijfsleven. Het doel is om te komen tot een hooggekwalificeerd Master of Science programma van Sustainable Management of Natural Resources. Met adequate onderzoek en goed onderwijs op het gebied van onder meer landbouw, biodiversiteit en land- en watermanagement moet dit doel bereikt worden. Volgens Brian Renten, vertegenwoordiger van de SCF, moet er nog veel gedaan worden aan bescherming van het milieu. Op een volgende regeringen hebben een mond vol van wet en regelgeving, strenge optreden, maar wat mij betreft anno 2018 staat de vlag aan de stok wat betreft het milieubescherming in Suriname. Dus ik kan alleen maar luisteren naar de moeilijke discussies in het parlement om het Minamata-verdrag goedgekeurd te krijgen, dan stemt dat mij alleen maar somber. Het is daarom goed dat particuliere bedrijven, particuliere bedrijfsleven, 13 en straks 14 partners, een voortouw nemen om via het Green Partnership Programma als katalysator op te treden voor verandering. Volgens Jack Menke, voorzitter van het universiteitsbestuur, is het zeer belangrijk dat de gemeenschap op een zuinige manier omgaat met natuurlijke hulpbronnen. Hij is daarom zeer ingenomen met het initiatief van de SCF om dit programma te financieren. Mijn belangrijkste aanbeveling en suggestie aan de leiding van het SMLR-programma is dan ook om theoretisch, ethisch, maar ook praktische studenten een solide basis te verschaffen om dit begrip sustainability, duurzaamheid, vanuit een Surinaams en regionaal perspectief inhoud te geven, waardoor de studenten die afstuderen niet alleen weerbaar zijn, maar ook in staat zullen zijn om partners, de regering, de overheid, het bedrijfsleven te overtuigen dat er ook andere wegen zijn in Suriname om ontwikkeling te kunnen realiseren. En zeker als het gaat om deze samenleving duurzaam te maken. Dat was de voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke. Hij sprak vandaag bij de ondertekening door de Suriname Conservation Foundation, SCF Green Partnership Program en de Anton de Kom Universiteit.